Ik ben afgestudeerd bachelor sociaal werk. Ik ben dan begonnen als hulpverlener binnen begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen en gecombineerd binnen bij het JAC. Na die 2 jaar ben ik begonnen als straathoekwerker. Ik heb dat 6 jaar gedaan. Daarna ben ik coördinator geweest van de dienst die straathoekwerk organiseerde. Dat was binnen een lokaal bestuur, dus ze noemen dat met een schoon woordje diensthoofd. En na 2 jaar ben ik dan begonnen op het steunpunt Algemeen Welzijnswerk, tot nu. Wat ik zeer leuk en interessant vond aan de master is eigenlijk dat de dingen die ik in mijn praktijk ervaarde, de dingen die ik als hulpverlener of als sociaal werker ervaarde, maar ook die ik zag bij cliënten, dat die ineens in een breder perspectief geplaatst werden. Dat er een aantal kaders werden gegeven waarin dat ik die dingen een plaats kon geven. Wij kregen bijvoorbeeld in de master een stukje over de geschiedenis van het sociaal werk, maar ook over een aantal sociologische kaders, hoe de media functioneert. En uw functioneren krijgt eigenlijk een plaatsje in het grote maatschappelijke geheel. Toen ik de opleiding Master Sociaal Werk startte, waren wij met een groepje werkstudenten. En dat was niet altijd... Ik denk dat de Universiteit van Antwerpen zich ook niet altijd verwachtte aan mensen die in die opleiding startten, die ook niet bang waren om professoren op een aantal dingen aan te spreken. En wat ik nog grappig vond, is dat je zit in een groep met mensen die werkstudent zijn, maar ook mensen die voltijdstudent zijn. En als je dan bijvoorbeeld vroeg aan een student van, ben je al een thesis begonnen of ben je al in je werkstuk begonnen, dan kon die zo zeggen, ja, ik heb daar eigenlijk nog geen tijd voor gehad. En als werkstudent is dat zeer bizar, want dan denk je, geen tijd, wat doe jij dan eigenlijk met je tijd? Dus die confrontatie vond ik eigenlijk altijd wel heel grappig.